bedrijfsleven en de publieke sector. Ja. Waardoor ze dan ook hun weg naar de private sector eventueel kunnen vinden. Kap streed voor gelijkheid en kwam op voor de rechten van de mens. Hij was een man met een duidelijke visie over zaken, zei Ronnie Asabina, voorzitter van de PEP, tijdens de uitvaartdienst vrijdag in het KKF-gebouw. Volgens Asabina was Caprino Allendi, Kap zoals hij ook werd genoemd, een belangrijke inspiratiebron voor de partij en heeft hij tot op het laatste moment een belangrijk traject ingezet. Uw oproep zullen we ontbazuimen en triomferen. Uw strijd voor basisrechten, eerlijke wetten, waaronder de landrechten voor tribale inheemsen, tegen sociale en economische uitsluiting, maar ook eenheid en broederschap, gaan wij nimmer terzijde leggen en dus een bron van inspiratie voor ons blijven. Dat betekent dat u nog leeft in onze harten en gedachten. Kortom, de rijkdom aan immateriële waarden en normen waarmee u ons hebt vereerd, zullen wij blijven omarmen en nimmer beschamen. Deze woorden delen wij ook met de familie, nabestaanden, Matinanga Kompe. DNA-voorzitter Marinus B. zei in zijn toespraak dat Allendi een bijzonder mens is geweest. Volgens Krishna Mathura, die de regering vertegenwoordigde, was Allendi een rolmodel, in het bijzonder voor de jeugd. Cynthia, een jongere zus van Caprino, gaf namens de overige broers en zussen aan dat hun broer een belangrijke rol heeft vervuld in hun leven. Ik heb zelf les van hem gehad, eerst in Mulo. Hij was toen nog jong. Het verschillen veel. 16 jaar was hij ouder dan ik ben. En ik moest heel hard werken. Ik werkte goed op school. Maar om die 10 te krijgen bij hem, was niet makkelijk. Ik kreeg 9,9 waar ik waarschijnlijk van een andere leerkracht 10 zou krijgen. En zo was hij met ons. Hij zou je niets geven, je moest keihard werken, want het moest iets worden van jouzelf. En we zijn dankbaar. We zijn dankbaar dat we deze broer hebben gehad, die dat wat mijn ouders niet konden doen voor ons, want ouders hebben veel voor ons gedaan, hij heeft dat stukje opgevangen. En heeft een geweldige job gedaan. Minerva Demidov Allendi, het derde kind van Kap, sprak over de leuke herinneringen welke zij heeft beleefd met haar vader. Echter stond zij ook stil bij dat moment toen COVID-19 in het spel kwam en zorgde voor verderf. Toen hij op 8 oktober uit coma kwam, waar hij geplaatst was, ben ik hem op gaan zoeken in de IC. En papa, hij herkende me eigenlijk in het begin niet, want hij had zijn bril niet opgezet. Maar toen eigenlijk hij door dat ik het was, zei hij meteen Fanny. Dat is eigenlijk hoe hij me noemt. En mijn vader gaf me 4 keer een brassa. Weet je, zo blij was hij om zijn kind te zien. Ik hield vast aan zijn armen. En ik herinner me dat deze sterke armen, ja, zijn dezelfde armen waarmee me eigenlijk als 13-jarige jonge meisje, waarmee me optilde van de grond. Ik had natuurlijk eigenlijk een hevige neusbloeding en ik dacht eigenlijk echt dood ging. Mijn vader tilde me op, stelde me gerust dat het goed kwam en hij bracht me naar het ziekenhuis eigenlijk waarbij ik kon herstellen. Na de uitvaarddienst werden er verschillende tussenstops gemaakt, waaronder loge Volharding. Vanaf de vrije school werd er gelopen naar de begraafplaats. Het opperhoofd van de Paramakaners, Joseph Forster, wordt op vrijdag 20 november door president Chandrika Persat Santokhi geïnstalleerd. Deze plechtigheid zal zich voltrekken in het presidentieel paleis. In dit kader is de Graman vandaag naar Paramaribo gekomen.
Alvorens de Gramang Paramaribo aandeed, maakte hij een tussenstop in Mungotapu, waarbij hij traditioneel gezag de Graman ontving. Welkom in Mungotapu. Ja. Tijdens die gelegenheid gaf de Gramang aan dat zijn komst naar de stad te maken heeft met de samenwerking met de overheid. Hij gaf verder ook aan samen te willen werken met de kapiteins om de problemen van de gemeenschap op te lossen. De Gramang stond stil bij het COVID-19 gebeuren. Nou, mensen maar die lachen zijn maar voor als ik hier aide. Alla de sande ook onder leer maar kan die. We begin maar ze gaan voor akibi u. Den de die daar of is. Me kia sande am bedali die. Daar zo begin ga doe. Daar die utak ja sande gele oji. Umu fele. Sama amu tak ta kia als ik den naai bibi aan den in. Sande gele oji me kiu fele. Me kiu libi anga le spekinga maar kan die ga ose. Fibika gong tapu ya danga. Daar begin zo taki. Volgens districtscommissaris Osea Bini van bestuurresort Paramaka is de installatie van de Gramang heel belangrijk voor de samenwerking. De installatie van de Gramang aangeeft dat hij uiteindelijk zijn werkzaamheden officieel kan oppakken als Gramang. En voor mij is dat heel belangrijk omdat ik districtscommissaris ben van het gebied Paramaka. En voor een goede samenwerking is het goed dat de Gramang natuurlijk officiële functie kan bekleden, zodat we een goede samenwerking kunnen hebben en werken aan ontwikkeling in dat gebied van Paramaka. President Chandrika Prasad Santokhi had tijdens zijn werkbezoek te Dritabetje aangehaald dat het instituut van de Gramang versterkt moet worden. Yabini juicht dit initiatief toe. Als je als DC werkt, heb je altijd het traditionele gezag nodig om te werken. Je hebt de ondersteuning nodig van het traditioneel gezag. Omdat zij op hun gebied deskundig zijn, ik ben op mijn gebied deskundig. En die twee deskundigheid kunnen we bij elkaar brengen om samen te kijken hoe wij de problemen kunnen oppakken in het gebied. Het zij op het gebied van het traditionele, maar daarnaast ook op het gebied van de kant van de overheid. Beide zaken zijn belangrijk natuurlijk om aan te pakken. En daarvoor is er een goede samenwerking nodig tussen de Gramang en de districtscommissaris. Er zou zijn gefraudeerd met gelden van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, het BOG. Dit maakte functionaris Frankie van Hette bekend tijdens een persconferentie die vrijdag is gehouden. Daarbij gaf hij aan dat er in 2002 sprake is geweest van miljoenen, een uitbesteding van miljoenen die aan werken is besteed waarvan het geld niet te traceren is. Wat er ook bleek is dat diezelfde directeur, de onderdirecteur administratieve diensten, wanneer er individuele projecten uitvoerden, technische projecten, dan was het zo dat de mensen, indien er een medewerker van het BOG daarmee gemoeid was, dat ze blanco checks moesten tekenen. En ik moet u zeggen, ik ben vanaf 2002... bezig met deze ontwikkeling. Tijdens de persconferentie zijn er namen van personen gepresenteerd die zich vanaf 2002 schuldig zouden hebben gemaakt aan vele financiële misstanden binnen het bedrijf. Dit geldt ook voor COVID-financiën die zijn vrijgemaakt. Er zijn checks gelicht. En ik ben bang. Luister naar mijn uitspraak. Ik ben bang dat men niet goed omgegaan is met het geld ten behoeve van het BOG. Ik ben bang dat zij middelen in hun eigen zakken gestopt hebben. Daarvoor ben ik bang dat middelen die zouden moeten dienen binnen de COVID-bestrijding niet gebruikt zijn daarvoor. Volgens waarnemend directeur Rajesh Ori heeft Van Hette geen recht van spreken als hij niet met bewijzen komt opdagen. In een gesprek met de nieuwsdienst geeft Ori aan te twijfelen aan de bevoegdheid van de functionaris om een persconferentie te leiden.
Zelf is Van Hetten niet vaak te zien op de werkvloer. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 13 november een ontmoeting gehad met het bestuur van de Rekenkamer van Suriname. De president is overtuigd van de immense taak en verantwoordelijkheden van dit instituut. Om een land goed te besturen is het van essentieel belang dat alle instituten goed functioneren. Ook om de rechtsstaat te waarborgen is de Rekenkamer als onafhankelijke constitutie cruciaal, zei het staatshoofd. Hij benadrukte een professionele rekenkamer te willen met voldoende capaciteit. De ontvangsten en bestedingen van staatsmiddelen dienen verantwoord te worden. Voor de ontvangsten en uitgaven van de staatsmiddelen en de financiële verantwoordingen zijn er diverse wetten. Het college heeft een beroep gedaan op de president om de rekenkamer de mogelijkheid te geven het college te versterken met kader om het werk optimaal te kunnen doen. President Santokhi heeft alle ondersteuning toegezegd aan het instituut. Verder heeft het staatshoofd de Rekenkamer gevraagd om alvast marginale controle uit te oefenen op de jaarverslagen van de parastatale bedrijven. En tot zover het Nationaal Nieuws. Ik ben straks bij u terug.